hi, dit wordt een liefdesreading voor het teken van Schorpioen. Lieve Schorpioen, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan ascendant en je venus teken, laat los als het niet past. Niet iedereen loopt natuurlijk op dezelfde energie, maar readings zijn tijdloos. En we gaan eens kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Het is kosteloos, dus druk op de rode abonneerknop. Daarmee maak je ook kans op een persoonlijke basisreading. Wat mag je dan nog meer gaan doen? Dus abonneer op de rode knop, like, deel en onder in de comments wat je maar wilt. En toi, toi, toi. We gaan eens kijken wat ik allemaal mag ontvangen. Wil je iemand in gedachten nemen, dan mag dat. Hoeft niet, mag wel. En die ga ik aan het einde van de reading ga ik deze voorlezen. Dus mocht je iemand in gedachten willen nemen, waar je aan denkt, dan ga ik wat boodschapjes uit schudden. Dit dek. Oké. Okay. Even deze. Unseen. Oké. Het kan zijn dat je niet echt... niet gevoeld hebt. Dus misschien is er een situatie geweest waarin jij... graag aanzien wilde, maar dat iemand dat dus niet deed. Let ook op rode vlaggen. Zie ik hier red flags. Die willen we niet. En je bent schorpioen. Je bent altijd goed ingetuned op jouw energie. Dus gebruik die ook, hè, mocht er iets niet goed voelen. Ik ga nog even kijken wat ik van dit denk. En dan deze. Wat kan een blokkade zijn in de liefde? Die wil eruit. Oeps, gaat lekker. Mixing, Jos. Oké. Het kan zijn dat jij... dit is wel echt een schorpioen. Het kan zijn dat jij soms gemixte signalen af hebt gegeven. Dus dan leek het misschien of jij niet geïnteresseerd was. Terwijl je diepliggende gevoelens hebt. Jullie zijn natuurlijk schorpioen met jullie schild. Dat zei ik ook net waar ik kreeg. Maar dat is wel iets, want... dat betekent wel dat jij inderdaad soms heel veel weet van een ander, maar eigenlijk zelf niet praat. Dus al sla je natuurlijk alles op. Ik moet altijd wel lachen, maar je houdt wijselijk je mond. Dus anderen kunnen daardoor gemixte gevoelens of signalen krijgen. Zo van, wat voelt die schorpioen nou voor mij? Is er nou wel gevoel of niet? Terwijl jullie diep gaan, jullie zijn echt liefdevol, hoor, zeker, maar... niet iedereen kan dat altijd peilen, want jullie zijn natuurlijk ook in die zin heel mysterieus. Hè? Jullie zijn net psychologen wat dat betreft, dus jullie prikken overal doorheen. Maar mensen kunnen dat niet bij jou. Dus dat kan een dingetje zijn dat je meer je mag gaan openen. Ook eens vertelt hoe jij je voelt. In ieder geval de ster, wauw, wat mooi. De ster heling, een wens. Oké. Dus er is iets wat tot bloei kan worden gebracht. Wat mag ik nog meer ontvangen? De vijf van pentakels, oké. Dus je bent ergens niet tevreden over. En de ster is natuurlijk vaak, komt naar de toren. Dus er is misschien enige chaoticiteit geweest in je leven, waarin jij nu aan het helen mag gaan. Ik zie de chariot, vooruitgang of stagnatie. En de kracht, prachtig. Want die komt wel ergens uit een stagnatie. Dit kan zijn dat er ergens een conflict was, of je was het niet eens met iemand en de duivel. Voor sommigen kan het zijn een codependency. Dat kan ook dit zijn, hè? Ontzien, dat je je niet gehoord hebt, gevoeld of dat je jezelf niet, dat je niet werd gezien. En dat kan een soort van strijd of concurrentie, maar het kan ook in je hoofd zijn. Dus dat jij aan het doemdenken bent soms en dat je niet goed weet soms jouw emoties te reguleren. Maar de duivel kan natuurlijk meerdere dingen betekenen. Maar je bent een soort van bang voor verlies. En misschien heb je dat gekend. Het kan financieel zijn geweest of met een connectie. Maar het zijn ook gedachten van waarom voel ik mij zo? Ga dat eens voor je na. Want het kunnen ook gewoon je gedachten zijn die gewoon een loopje met je nemen. 5-5 heb ik hier. Dus probeer dat los te laten. Dan heb ik hier de cherry. Dus na een lastige periode eigenlijk weer vooruitgang. De kracht vinden. De 7 en de 8. Dat is wel heel mooi. Dus je hebt echt een energie
shift doorgemaakt. En dat is ook belangrijk om dat te doen. Oké, de ster. Wat mag ik daarvan ontvangen? De maan. Ja, onzekerheden. Zie, dus diep, diepe gevoelens, diepe angsten, onzeker zijn. Dus je bent heel erg onzeker geweest. Er was echt wel heling nodig in een situatie, is wat ik zie. En dat kan te maken hebben met de connectie uit het verleden. Of je eigenlijk je innerlijke kind die gewoon angstig is om bepaalde dingen aan te kijken of te uiten. Oké, wat nog meer? Ja, kijk, en de sterren is daar. Kijk dan. Ja, dus je wilt iets heel graag. Je bent iets aan het onderzoeken, lijkt het wel. En misschien kunnen dit ook je gedachten zijn. Dus probeer je gedachten wel altijd een beetje te reguleren. Want er kunnen bepaalde geheimen zijn. Misschien ben je op zoek naar iets. Ben je aan het pluizen. Maar het is ook belangrijk om je eigen gevoel goed te reguleren. Wat mag ik weten over die mixed signals? Signals? Zwarte cups? Ja, zie dan. Je hebt wel liefde. En de koningin van staven. Oké. Kan soms zijn, ja, en iemand weet niet goed waar die aan toe is, lijkt het wel. Sorry. Je hebt het wel. Maar het lijkt wel of iemand het niet ziet of het is andersom zo. Maar er is groei. Alleen, het zou wel belangrijk zijn dat je dat ook laat zien. In plaats van een masker te dragen en wel passievol, maar ook je gevoel te tonen. Wat mag ik weten over die vijf van cups? Ja, gezin. Ze bent misschien bang voor dat het iets niet goed ging verlopen. Of misschien met familie, noem het maar. En weer de kracht. Maar je bent er wel overheen gekomen. Of het is de bedoeling dat je dat doet. Dus probeer wel krachtig te blijven. De 10 van cups heb ik ook nog. Want ik zie veel welvaart ook. En de 4, ja, dus er is ergens een stilstand in. Het is ook belangrijk soms om af en toe even de rust in te gaan. Want het kan zijn dat je wel pijn hebt ervaren door iets. Het is ook tijd om dat eventjes je rust te geven. Ja, jezelf goed te verzorgen. Je bent de empress. Dat is heel mooi. Dus laat jezelf ook zien, hè. En deze vrouw is natuurlijk heel liefdevol. Dus probeer wel ook in die energie te blijven. Ik zie ook dat iemand heel snel naar je toe wil gaan. Ja, heel veel passie. Ik zie veel passie. Dus het kan zijn dat iemand uit een soort van verwarring komt. En eigenlijk je iets wil aanreiken. Dit kan heel snel gaan. En het is ook heel passievol. Dus ik zie, of het kan op het werk zijn dat je passie gaat vinden. Maar het kan ook een passionele ontmoeting zijn met iemand. Iemand waardeert jou. Iemand heeft jou hoog zitten. Want de Empress is natuurlijk de koningin der koninginnen. Wat mag ik weten over die krachtkaart? 3 van de takels. De samenwerking. Samenkomen. De zon. Pijn. Ja. Dus het is belangrijk eigenlijk om pijn, wat ik al zei, je hebt iets meegemaakt wat je pijn doet. Maar het is voor jou belangrijk om het verleden in het verleden te laten. En eigenlijk, want ik zie de zon, ik zie de 6 van zwaar, dus een verhuizing door te maken en pijn achter je te laten. Ook al is het niet makkelijk, maar dat is wel belangrijk voor jou. Ja, en kijk dan, weer een aas. Ik heb nu 3 azen hier op tafel liggen, dus... Spirit wil je iets aanreiken op financieel vlak of gewoon mentaal of ik bedoel psychisch, gezondheid. Dus er zijn allemaal nieuwe wegen die zich gaan leiden tot misschien wel een huwelijk of een commitment, een samenkomen of een hoger niveau van relatieschap. Of dit op het werk nu is of gewoon in je privéleven, maar ik zie wel ook 4-4 grappig. Dat er een afsluiting mag gaan komen, maar ook dat er weer een nieuw begin komt. Misschien dat je een contract gaat tekenen voor sommigen. In ieder geval, wat mag ik nog meer ontvangen? Ja, ik mis je. Dus iemand mist jou. En ik ga door een spirituele ontwaking. En ik denk veel te veel na wat anderen van mij vinden. Ik heb eigenlijk nooit toegegeven wat ik eigenlijk voel voor jou. Misschien is het ook wel een boodschap voor jou en iemand anders. het betekent dat ik uit mijn comfortzone moet stappen. Daar is het nu wel tijd voor. Ik weet dat het eventjes heeft geduurd. En ik weet wat jij nodig hebt. En ik wil eigenlijk alles goed doen voor je. Ik hoop dat je op me wacht.
Ja, en ik wil dingen goed doen, zodat ik weer vooruit kan komen naar je. Oké, dit is wat ik voor jou heb, lieve schorpioen. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel en onder in de comments wat je maar wilt, mocht je mee willen doen. En dan wens ik je al het goed. Doeg!